we gaan een pakje inpakken voor Lieve. Ja? Waarom heb je dat nog niet gedaan? Nee, ik heb zo'nzelfde voor jou al ingepakt. Nee, maar deze zicht wel verliezen bedoeld, hè? Dan is dat... Sorry, ik was al in een andere kamer, maar ik moest natuurlijk hier zo met het pakje. Nou, is vast nog wel heel, joh. Ja. Gewoon inpakken, dat is leuk. Ja. Geef maar, gaan we doen. Deze wordt voor? Voor Thijs. Kijk, hartstikke mooi. Mooi. Dus dat gaan we zeker doen. Nou, dan, cadeautje verliezen inpakken. Ja. Kijk, ik heb hier vast lekker gescheurd. Kom, ze gaan niet vinden. Dus ik denk scheuren kan prima, joh. Dat ben jij goed, Piet. Dat dacht ik al. Gaan we gewoon beleven. Uitzendend via 91.2 FM. Dit is Radio Vraneker. Met het laatste nieuws uit de stad. Goedemiddag, we zijn nu live vanuit Vraneker met een extra nieuwsuitzending over Sinterklaas. Over een paar dagen zou Sinterklaas weer aankomen in Vraneker met al zijn pieten. Maar we hebben net te horen gekregen dat er dit jaar geen intocht kan plaatsvinden in Vraneker. En dit is een drama natuurlijk. Ik ben persoonlijk op zoek gegaan naar het antwoord op deze vraag. En helaas, ook ik ben erachter gekomen dat het onmogelijk is dat Sinterklaas met zijn pieten naar Vraneker komt. Alles heeft natuurlijk te maken met het virus en alle regels. Dit was Nieuwsgierige Fred vanuit Vraneker, over en uit. Oh, wat verschrikkelijk! Maar hoe doen we dat met de intocht dan? Ja, en hoe gaan we dat met pakjesavond doen? Geen idee. We gaan gewoon eerst Sinterklaas vertellen. We gaan gewoon naar hem toe en dan zullen we toch even moeten vertellen. Kom, ja, gauw. Ik durf dat echt niet, hoor. Het is alweer november en het is koud in de stad. Zo koud dat het vriest. Ja, kan de Sint even rustig werken, Pieten? Nieuws. Ja, wat nieuws? Jongens, jullie moeten ophouden verkibbelen. Dit kan zo niet. Ik ga de Sint op. Goed zo, ja. Sinterklaas, we hebben net nieuws gehoord op de radio dat de intocht in Vraneker niet door kan gaan. De intocht niet door kan gaan? Nee, en nu hebben we een groot probleem voor al die kinderen daar in Vraneker. Ja, maar dat kan toch niet? Nou, er is een virus in Nederland, in Friesland zelfs, uitgebroken en we mogen niet naar de kinderen toe. Dat is een ramp. Hoe doen we dat nu, Sinterklaas? Ja, hoe gaan we dat doen met al het pakje? De pakjesavond. De pakjesavond, het heerlijke avondje. Dit is een regelrechte ramp. Piet. Dat is echt een groot probleem. Jij bent de denker onder ons. Bedenkenlist, wat moeten we hier iets aan doen? We gaan er zeker wat aan doen. Maar hoe komt dat nou, jongens? Hoe komt dat? Komt het allemaal wel goed zo? Hoe komt dat nu? Ik weet het niet. Ik zou het echt weten. Ja, ik weet het niet. Piet, als jij het niet weet, hoe moet het dan wel? Jij bent de knapste kap onder ons. We zijn de cadeaus aan het inpakken en dat blijven we gewoon doen natuurlijk. Gewoon blijven doorgaan. Al die kinderen hebben toch recht op prachtige cadeautjes? Ja, dat mag ik wel hopen. Daar gaan we voor. Maar hoe... Hoe gaan we dat doen? Maar hoe komt dat nu? Hoe komt het dan nu? Wacht. Piet, vang! Kijk, we blijven op afstand. Ja, kan prima. We kunnen gewoon op afstand pakjes gooien en brengen. Komt gewoon goed. Op afstand. Ja, maar dat is ook geen oplossing. Dat voor één cadeautje, maar dat kan toch niet voor alle cadeautjes, Piet? Zeg, Piet, slimme Piet, bedenk jij nou toch wat? Ja, want 5 december moet gewoon doorgaan. Hoe dan ook? Ja, Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Zeg nou maar, hoe dan? Ik weet het niet, Sinterklaas. Nee, jij weet nooit wat. Nou, Piet, hoe gaan we dat oplossen? Wat we gaan doen is in ieder geval de bovenlade voor al die kinderen in Nederland. Want de cadeautjes die gaan in ieder geval mee. En we houden 1,5 meter afstand, Sinterklaas. En dat lukt zeer zeker. Alsjeblieft. Nou, dan komt het misschien toch nog goed.